Ja, de koffers zitten ons in de weg. Wie zijn het precies? Dat zijn de ongelovigen, de mensen die niet in, bijvoorbeeld niet in de islam geloven. Wat doen die mensen verkeerd? Die mag ik niet. Ik weet niet wat ze verkeerd doen. Wat ze eigenlijk verkeerd doen, heel makkelijk gezegd, is aanbidden Allah niet. En wat vinden jullie van de Nederlandse vrouwen die zich gemiddeld kleden? Ik vind het helemaal niks. Het hoort ook niet volgens ons geloof. Ik vind het helemaal niks. Nee? Vind je het zelf niet stiekem wel een beetje leuk om te zien? Mishandelen, ja? Soms zie ik inderdaad islamitische mensen die benaderen wij met camera en microfoon. En die zijn vaak heel bang of die reageren agressief, die willen niet gefilmd worden. Hoe denken jullie dat dat komt? Het komt meestal omdat bijvoorbeeld, kijk, je ziet meestal ponies. Ze bewerken alles. Alles bewerken ze. Snap je? En ja, ik vind het terecht. De media doet alles over islam. Over alles over islam. Doen ze bewerken bijvoorbeeld de ongelovigen voor die moslim bijvoorbeeld steken. En dan bewerken ze dat het andersom is gaan. Dat het de moslim de koffar wil steken. Uiteindelijk waar het op neerkomt. Er moet gewoon een Dawlatul Khilafa zijn. Een islamitische staat waar een moslim gewoon goed kan leven volgens de islamitische regels. Verder hebben wij niks nodig, dat is het enige wat wij nodig hebben. Dan zou ik me moeten bekeren tot de islam? Ja. Als ik daar woon, ja. Als iets nu binnenkomt en schiet ons dood, is hun schuld niet. Want wij leven hier in de koffarstaat. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Tenminste, dat is onze schuld dan niet. Dus, hun worden daar niet voor bestraft, wij worden daarvoor bestraft. Okay. Dus, mijn laatste wat ik wil zeggen. Ja, laatste. Bekeer tot de islam allemaal. Allemaal meisjes gedragen jullie door normaal kleren aan. Ja, en Ik heb nog een nummer? 06-112 Aish, ja. Vernieuwing gaat naar de hel, naar de vuur. Ja, naar het vuur. Dus, in Palestina. Ja. Okay. Hey, dank jullie wel. Oosterwijk! Ach, ga naar huis! Met die camera alsjeblieft.